bezig houdt, dus je hebt het dus over dat er eigenlijk geen grenzen zijn. Dus waar hou ik op? Of wat er is wat hier zit? Waar kom jij? Als je daarover begint, dan komt er iets in je op dat zich manifesteert wat heel sterk is. Waarbij je dan naar kan kijken, maar het vergelijkt daar niet mee. Je hebt altijd het idee dat dus je heel stil probeert te zijn. Dat er ergens op een gegeven moment iemand opstaat en zegt, ja, nou is het nu geweest. Alsof je niet jezelf kunt laten verliezen of zoiets. En wat jij zegt dus, dan moet je niet per se moeten, maar je kunt dat wel waar. Sterker nog, je kunt er niet omheen. Je hebt het al geobserveerd. Er is een beleving van oplossen, zal ik maar zeggen. En op een bepaald punt komt er iets wat vastpakt. Dat is niet iets wat je doet of wil. Het is wat gebeurt. Iets wil niet wijken. Het is niemands fout. Maar we kunnen wel zien dat dat plaatsvindt. Er zijn er ook die dat een aantal keren of één keer heel intens meemaken en daarna is dat uitgeschakeld. Wanneer dat gebeurt, hoe en waarom, nobody knows. Maar dat komt voor. Maar het eerste belangrijke voor mij is, als je dat ziet plaatsvinden, je te realiseren dat het een waarneming is. En dat het wellicht gewoon bij dat organisme hoort. Dus jij, het zien, constateert dat er iets is in het organisme wat dit doet en dat wil overleven. Dat wil dus niet helemaal oplossen. Dat is oké. Het hoort bij dat ding. Dat is wel een beetje de overtreffende trap van niet identificeren. Ik vind het lastig, maar misschien is dat mijn handicap, om het te identificeren met een verschijnsel. En dan met identificeren bedoel ik niet dat het wordt waargenomen, maar dat dat dan al het andere zou uitsluiten en mij tot dat verschijnsel zou beperken. Ik snap gewoon werkelijk niet hoe dat mogelijk is. Ik meen te begrijpen, voor zover dit hier iets begrijpt, dat anderen dat anders ervaren. En ik heb de neiging te geloven in wat ze zeggen, maar dat maakt het voor mij niet minder bizar. Hoe is het mogelijk om een totaalperceptie 90% daarvan uit te vlakken en je te beperken tot één waarneming? Dat vind ik knap. En dan hebben we het nog maar over waarnemingen. Laat ik in dit verhaaltje nog even buiten beschouwing dat het grootste deel is leeg. Hoeveel verschijnseltjes er ook zijn, die zijn altijd eindig. Maar space, zal ik maar zeggen, daar is geen begin of eind te vinden. En we beginnen al met dat uit te vlakken. Het doet er niet toe, ofzo. Ik ging laatst over overheid. Toen liep ik eruit en dacht ik, er is nu in waarschijnlijk 10 minuten zo onwaarschijnlijk veel door mij heen gespoeld. Het is allemaal weer weg. Ongelooflijk veel eigenlijk door je heen spoelt de hele dag. Bewust en onbewust. En dat is wel een difference. Ja, exact. Nou, als dat dus begint door te dringen, waarom zou je dan druk maken over het verschijnen of verdwijnen van een gedachte, belevenis, emotie, whatever, weet je wel. Je hebt er al miljarden meegemaakt, you're still there. En er zijn enorme hoeveelheid momenten, volgens mij bij iedereen, ook al denken sommigen van niet, dat er helemaal niks opkomt. Dat wordt alleen niet geregistreerd, want het geheugen is geprogrammeerd om verschijnselen te registreren, niet de afwezigheid daarvan.
Maar heel vaak is er gewoon, is het gewoon stil. Niks. En precies op die momenten van dat niks, is er eigenlijk niemand, of niet een iemand, en hoor je dus ook niemand klagen. Totdat er weer iets gegrepen wordt. En dan kunnen we weer, ja, dit was fijn, of dit was kloten, of nou ja, weet je wel, dan krijg je weer die plus-min duidingen. Wat die ego-mind nodig heeft. Die moet constant iets duiden als prettig of onprettig. Of goed of slecht. Want anders functioneert die niet. Nou, dat zie ik dan gebeuren op momenten dat er dan niks is. En dan krijgt die mind jeuk. Ja. En dat moet je dan ook maar... Je moet helemaal niks. Maar je kunt, daar, je kunt als het ware, al klinkt dat ook weer als een actie, maar dat komt een beetje door de taal. Je kunt kijken of je kunt afzien van daarin meegaan. Laat hem maar jeuk hebben dan. En dan kun je dus weer ontdekken dat dat een deel van de functioning is. It's not you. Maar het is een deel van die ego-mind. Die wil gewoon, die moet activiteit. Er moet frictie zijn. Something's gotta happen. Ik moet ergens aan knutselen. Maakt niet uit of het ergens op slaat, maar het is gewoon... Stil is niet goed. Compleet is sucks. Klaar is waardeloos, weet je wel? We moeten... Ja, want ik ben al nu een aantal jaar met dat advaita bezig en ben als een gek gegaan aan lezen. Soms weet ik wat allemaal. Dat die mind heeft dat wel een beetje, dat begint een beetje stil te vallen. Er ontstaat wat meer rust, maar er ontstaat een enorme irritatie van die mind. Yes, yes, en dat wordt soms heel heftig. Goed zo. Je moet zo geïrriteerd raken dat hij op een gegeven moment uit elkaar valt. Daarom wil hij nog best een half uurtje mediteren. Vooral als dat woord gebruikt wordt, mediteren, dat is een werkwoord. Dan is hij namelijk iets aan het doen. En dat is spiritueel nuttig. Dus dan wil hij best zo'n half uurtje zijn bek houden. En daarna lekker weer. Want ja, nou hebben we gemediteerd. Dus nou kunnen we weer, gaan we ons zorgen maken. En een beetje uitkomsten forceren. En een beetje gevoelens onderdrukken. En, met je partner lastig vallen, weet je wel, want ja. Af en toe dan wordt het organisme daar zo gaar van dat hij dan gaat slapen. Zonder slaap hou je het gewoon niet vol. Dan gaan we de hele tijd. Ja, en dan een uurtje 6, 7, 8, weet ik wel. Net hoe dat gaat. En dan kunnen we de hele dag tegenaan. En iedere dag opnieuw. Ja, leven is geweldig. Boring.